Duurzaamheid en omgevingsimpact. Aardwarmte is een duurzame bron. De warmte uit de aarde ontstaat door natuurlijke en doorlopende processen. Dus de aarde zal op grote schaal niet afkoelen door het gebruik van aardwarmte. Daarnaast komt er bij de productie van aardwarmte nauwelijks CO2 vrij. De pompen voor de putten zijn elektrisch. Als die elektriciteit duurzaam wordt opgewekt, zal de uitstoot nog lager zijn. Met de huidige pompen is de CO2-uitstoot van de geothermiebron al driekwart minder dan bij de warmtewinning uit aardgas. Een geothermiebron kan wat overlast veroorzaken voor de omgeving. Eerst moet de bron worden gebouwd. Dat begint met het bouwen van de boortoren en de hulpinstallaties. Het opbouwen kan wat geluidsoverlast veroorzaken, zoals het tegen elkaar stoten van boorstangen en het gebruik van pompen. Tijdens de opbouwfase zullen er elke dag ongeveer 2 vrachtwagens af en aanrijden met materiaal en afval. Dit duurt een aantal weken. Daarna worden er 2 tot 3 putten geboord. Het boren zelf kan hinder geven voor de directe omgeving. Eerst wordt 1 put geboord en als er inderdaad warm water wordt gevonden in een gesteente met goede doorlaatbaarheid, wordt de andere put geboord. De oppervlakte die in beslag is genomen is ongeveer ter grootte van een voetbalveld. Er staan containers, een boortoren en een bazin waar het water van de boring tijdelijk kan worden opgeslagen. Het boren van de putten duurt 3 tot 6 maanden afhankelijk van diepte. Nadat de putten geboord zijn, kan de warmtewinning beginnen. Het terrein bevat een gebouw ter grootte van een huis. Er staan warmtewisselaars, filters, vaten en pompen. Tijdens de winningsfase zal er een paar keer per maand iemand langskomen voor onderhoud. De winningsfase duurt ongeveer 30 jaar, afhankelijk van locatie.